Vos, viool altviool, Yveske Waal, viool altviool, Gregor Schäfer, Michiel Okkeloen, de accordeon en Roberto Alifi, het slagwerk. Stadje. Kerstmis. Ik moet een beetje de achtergrond van jullie muziek vertellen. Een Steppel is een heel klein Joods dorpje in Polen eigenlijk. Zoals we dat wel kennen van Anatevka. Fiddler onder Verhoef toepasselijk. Daar wonen de Joden vaak in erg warme omstandigheden. In die kleine dorpjes. En wat de muziek hier al heel belangrijk is, was het voor hun absoluut levensnoodzaak. Het was echt zonder muziek geen leven, zeg maar. De feesten, ook de muziek die wij spelen, de klezmermuziek van de bruiloft, van de groepaan. Ja, dat was echt hun leven, daar draaide het om. Maakt het voor jullie ook als muzici dan uit, dat het eigenlijk muziek is met... Je kan eigenlijk muziek zonder lading bestaat niet, maar een extra lading? Dat maakt zeker uit, ja. Voor mij maakt het persoonlijk heel veel uit, en ik denk voor iedereen zoals wij hier zitten. Dit soort muziek kun je alleen maar begrijpen. Zoals volgens mij alles wordt muziek eigenlijk. Als je een beetje weet wie heeft het geschreven, waar komt het vandaan? Het is voor mij persoonlijk de muziek van mijn voorouders. Om dat dan hier bijvoorbeeld hier voor jullie te spelen, ja, dat is heel bijzonder.